Het is zaterdag, ik weet niet, 4 of 25, ik heb geen idee meer. En ik ben op de grote rivier, op de Lek. Eindelijk die sluisbruggetjes achter de rug. Maar ja, nou komen die grote jongens langs, staan niet veel wind. Dus de motor moet er even bij voor de veiligheid. Ik ben net buiten de tonnen. Er staat een flinke stroom. Flinke stroom. Afspraak met Theo heb ik afgezegd, want die had eigenlijk niet zoveel tijd. En ik moest naar het oosten varen. Nou, als ik de stroom zie, ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dat is ook niet alles. Nou, even de motor afzetten. Zo, daar gaan we. Want er staat wind en het bootje, die boot daar is voorbij. Zo is dat. Nou, een slecht begin van de ochtend. Regen. Regen en heel lang wachten op de sluis. Heel lang, onnodig lang. Vlak voor mijn neus de sluis dicht. En nog heel lang laten wachten. Die rotte sluiswachter, pas toen ik er naartoe ging, ze ging, deed die open. Kanaal 84, niet naar luisteren meneer, gewoon niet naar luisteren. Oh, afschuwelijk is dat. Nou, toen ging de sluis open, kwamen we erin, nog twee andere bootjes. Nou fijn, we gaan eruit, is een laag pokkenbruggetje aan het end. En ik weet niet of ik er onderdoor kan, met de mast omhoog. Ik roep hem op, hij luistert natuurlijk niet. Ja, en dan ga ik het toch proberen. En nou, het kon net. Ik hield 10 centimeter over, geloof ik. Onvoorstelbaar. Ik kon niet nalaten toen ik er onderdoor was om in het marifoon te brullen. Kanaal 84. Sluismeester, koninginnensluisje. Oh, bah. Maar fijn. Maar ik zit nu op de rivieren. Het is nog bewolkt. Het is in ieder geval droog. En nou ja, we gaan de stroom mee. En het windje ook nog. Dus fok en druil varen we. Kijk maar. Fok. Een druil. Ja, het is een beetje schokkerig allemaal. Het gaat wel en ik houd het wel even bij jou. Even voor de rust. Even voor de rust. Even dit verkennen. Nou, middageten op een strandje, dat doen we zeker. Dan gaan we verder filmen. Daar ligt hij dan. Nou, overnacht dat ga ik niet doen. Dat weet ik wel. Ik heb geen idee hoe dat gaat hier. We zijn nou echt aan de rivier zeilen, want we liggen nou op een strandje. Ja. Ik weet niet hoeveel strandjes er nog komen. Arie, kom hier! Arie heeft al een dikke rotte paal in gevonden. Arie, kom hier! Goed zo, braaf. Kijk, daar liggen we. Ja, ja. Oké. Okay. Het is nog steeds zaterdag, we zitten nog steeds op de Lek. We gaan nader het stadje Leimuiden. Oh nee, Ameiden. Ik ben op weg naar Schoonhoven, maar ik ben in zware, zware depri. Want er is een ongeluk gebeurd. Op het strandje van het riviertje waar ik net gegeten heb, kwam er eens, ik zat een eitje te bakken. En Arie was in de kuip. Ik had een boot al een klein beetje van het zand gelegd. Want ik was bang dat het water afliep. En dat we ineens droog zouden liggen. Toen kwam er ineens een enorme golf aan. Het bleek een enorm groot schip te zijn. Waar snelheid voorbij ging. En die kwam een enorme golven. Echt een hele rits grote golven. En die beukte het bootje verschrikkelijk op het zand. Echt verderop en ik was dus te dood. Ik dacht, oh god, eruit. En ik douwen, in het water gesprongen, de boot terugdouwen. Eigenlijk was ik al bang dat ik te laat was. Dat die vast muur vastgezet was. Maar toen kreeg ik hem toch aardig los. Ik denk, nou dan motor ik hier maar gelijk een klein eentje vandaan. Gooi ik het anker uit, dan lig ik wat veiliger. En toen maakte de motor een buitengewoon vreemd geluid. En toen nog een keer, en toen keek ik eens. Toen trok ik hem op. En toen bleek dat de motor helemaal gekraakt was. Kapot. Ik was vergeten om op te trekken, op te klappen. En ja. Dus nu vaar ik zonder motor op een rivier die toch nog knap druk is met schepen die met een rotsvaart voorbij komen. Nou ben ik op weg naar Schoonhoven, waar ik hoop dat ik daar veilig de haven in kan roeien. Dan wel zeilen, zal wel roeien worden. En dat daar iemand is die de motor kan repareren of nou ja, waar ik hulp kan vinden. Tot zover maar weer. Het zit even niet mee. In Schoonhoven ben ik veilig aangekomen. De motor is er niet gerepareerd. Maar na een week
wist ik waar ik aan toe was. En heb ik het besluit genomen over het vervolg van de reis dwars door Nederland naar Vlissingen.